Hey, welkom bij de Kruidenheksen. Hey, weer een favoriet onderdeel van ons, eten uit de natuur. Eten uit de natuur. Ja, in juni is het eigenlijk wel eindeloos hoor. Ja, prijs schieten. Ja, je kan zo... Er zijn zoveel mogelijkheden. We hebben ook bij onze kruidenwandelingen dat we echt gewoon keuzes moeten maken. Want anders dan sta je bij iedere centimeter sta je iets grazen. Uit te leggen. Ja. Het is heel veel nu deze maand. Maar we hebben een kleine selectie gemaakt. En dan kan je het ook nog in je opnemen. Want letterlijk en figuurlijk. Want als het te veel wordt, dan weet je ook niet meer. Dan onthoud je het niet. Het is toch ook herhalen, hè, van kennis. Ja, ja, ja. Ja, en deze keer gaan we iets heel erg lekkers maken. Ik denk dat het wel bijna een van jouw favoriete recepten is. Ja, ik vind het lekker. Ja, en we hebben dan deze keer dan ook een risotto met wilde planten. En we hebben deze keer een klein beetje wat pittigere planten gekozen. Dus het is geen flauwe risotto, zeg maar. Nee, en wij maken het nu als lunch, dus ik heb heel veel mazzel vandaag, hè? Zeker weten. We gaan aan de gang. Ja. Nou, we gaan eens even die lekkere wilde planten risotto maken. Een van mijn lievelingsgerechten, inderdaad. Wij doen het overigens op onze eigen manier altijd. Dus niet dat we jullie doen denken alles van op jeetje, onze eigen manier, zo hè? Maak ik geen risotto. Denk groot gelijk, inderdaad, alles op onze eigen manier. Dit is biologische margarine. En daar doen we nog bij een scheut olijfolie. En waar je op moet letten als je plantaardig eet, is dat je niet te weinig vetten binnenkrijgt. Want dan zien we nog wel eens dat mensen toch wat tekorten gaan krijgen. Dus zorg wel voor vet. Ja. Dat is helemaal niet slecht voor je. Nou, dat moet heel even smelten. Misschien kan jij ondertussen al lekker het uitje snipperen. Is goed. En de knoflook. Je wil kleine stukjes hebben, neem ik aan weer, hè? Ja, zoals jij dat kan. Doe dat schilletje maar allemaal hier maar weer in. Ja, jij kan lekker snijden voor ons. Nou, dit is nu al... Laat ik zo. Is prima. Ik doe de risotto rijst eventjes aan fruiten. Ietsje hoger zetten. Zo. Lekker de ui erbij. Ui is ook zo ontzettend gezond, hè. Nou, dat weten de meeste mensen wel. Ja, ik hou er heel erg van. Ik eet het ook heel graag rauw. Toch wel elke dag. Ja, wij dag... eten elke dag wel ergens rauwe ui bij. Ja, ja. Je moet alleen er wel aan denken dat je geen open ui moet laten liggen. Bijvoorbeeld een halve, zonder dat die in een bakje zit of zo. Want ui absorbeert... zuivert eigenlijk de omgeving. Ja, daarom helpt het ook zo erg om een ui bij je bed te zetten als je verkouden bent. Het absorbeert virussen. Ja, dan moet je natuurlijk niet een halve dag iets laten liggen en het dan op gaan eten. Dan heeft die ui zijn werk gedaan en dan eet jij vervolgens datzelfde virus weer op. Hè? Ja, dat is niet handig. Zo. Knoflook. Nou, je ziet het, we zijn geen professionele koks. Nee. Ja, hoeft ook niet, hè? Nee. Nou, dan heb ik van jou nodig de kastanjechampignons. Wil je ook een stukjes, denk ik? Ja, hoeft niet zo fijn gesneden, hoor. Nou, bijzonder aan kastanjechampignons is dat er vitamine D in zit. En veel mensen hebben daar een tekort aan. Nu valt het nu natuurlijk wel mee. Het wordt beter weer. Maar dat is toch een leuk weetje. Kastanjechampignons, vitamine D. Ja. Hè? Je had er nog mooi iets over opgeschreven. Ja.
Ja, die vitamine D die zorgen ervoor dat je heel goed de kalk en fosfaten uit voedsel kan opnemen in je bloed. En dat zorgt er weer voor dat je geen botontkalking krijgt. Ja, en veel mensen krijgen botontkalking doordat ze te veel zuivelinname hebben. Nou, dat is dan iets wat mensen niet weten. Dat is gewoon heel vervelend. Dan denken ze, nou, pak maar zuivel, want... Zuivel is goed voor je, denken dat ze. Dat geeft calcium voor de botten en zo werkt het niet. Het is niet... Nee, het onttrekt juist calcium uit de botten. Ja, het is voor het kalfje en niet voor de mens. Zo. Nou, ik vind, oh, heb je er één laten zien? Zijn we gewoon maar aan het hakken. Moet je eens kijken, wat een mooie. Ja, we zijn gewoon maar aan het hakken, inderdaad. Oh, ze zijn zo dit mooi. Dit was nog wel de kleinste. Ja, ik had zo... Soms dan heb je zo'n mazzel, hè. Dan kun je zulke mooie champignons kopen. Nou, kijk. Oké. Dit is zo voldoende. En dan ga ik... doe ik er vast even wat biologische groentebouillon bij. Ja, dat ruikt zo lekker en dat geluid, hè? Oh. En dan gaat die rijst gaat het in zich opnemen. Dat weten jullie misschien ja, van risotto, hè? Dan moet champignonnetjes steeds... ook, die nemen ook heel goed vocht op. Dan moet steeds wat vocht bij, hè? Bij risotto. Dat moet je met liefde en aandacht maken. Nou, dan kunnen we met de wilde plantjes. Dat is wel mijn favoriete onderdeel. Ik zat echt een beetje ongeduldig van wanneer zijn we daar. Ja, dan ga ik eerst beginnen met de melden, want die heeft het hardste blad. Heeft dus ook het langste nodig om zeg maar gaar te worden. Nou, ja, melden, kijk. Ach, dat is zo'n mooie groente. Steeltjes gebruiken we niet, alleen het blad. Ja, ik had laatst de steeltjes erbij gedaan en toen vond ik het... Was het een beetje taai, hè? Ja, dat vond ik toch niet zo lekker. Daar had ik eigenlijk een beetje spijt van. Want als je nou soep maakt, dan staat het nog iets langer op, hè? Ja, inderdaad. Het voordeel ook van zo van risotto maken met wilde planten... is dat als je nou een beetje onzeker bent om buiten iets te plukken en op te eten... Kijk, het is allemaal lekker aan het... Het gaat allemaal lekker stoven, dus daar hoef je helemaal niet zo bang voor te zijn. Het wordt goed verhit, hè? Hier heb je nog een steeltje. Nou, dit is een flinke handvol. Dat vind ik genoeg. Ja, ja. Wacht, ik geef je toch deze nog, die kleine blaadjes. Vind ik zo lekker. Kleintjes. Melden is heel zacht van smaak. Eigenlijk, ik vind het eigenlijk ook wel een zachte naam. Ja. Wordt ook wel melganzenvoet genoemd, hè? Want soms dan zijn mensen nog wel eens een beetje verward door de naam. Dat ze denken melden. Pas op met Jan, hè? Melganzenvoet, kennen jullie het misschien? Het heeft een beetje een spinazieachtige smaak. En er zit net als in spinazie ook oxaalzuur. Dus je moet het niet te veel eten. Dan, dan krijg je daar last van. Ja, net als spinazie. Ja. Die fout heb ik met spinazie wel eens gemaakt. Te veel spinazie had gegeten. Ja, dan krijg je diarree. Ja. Zo, maar het is sowieso wel. Wilde planten hebben een vele hogere voedingswaarde dan gewoon gecultiveerde groenten. Het voordeel daarvan is dat je dus geen grote hoeveelheden hoeft te plukken. Dus ze komen meteen bij het kopje van kaal plukken. Nou, dat is absoluut niet nodig. Maar ja, onze ervaring is dat wildplukkers heel respectvol met de natuur omgaan. Dus het is ook echt eigenlijk niet aan de orde. Nee. Nou, deze kennen we allemaal wel, hè? De brandnetel. Onze vriend, inderdaad. Daar doe ik ook weer niet de takjes van. Nee, die zijn taai. Die zijn taai, inderdaad. Maar die de zaadjes zijn zo lekker, hè? Ja. Moet je kijken hoeveel zaadjes er dan nu alweer aan zitten. Heel veel bij deze. We hadden afgelopen weekend een plukwandeling. En het was zo leuk weer dat die mensen dan zo opkijken van de zaadjes van de brandnetel. En die kan je lekker in je muesli doen. Nou, ze zijn gewoon heel erg lekker. Ze smaken een beetje naar nootjes. En het voordeel van brandnetel is ook dat niemand onzeker is over de herkenningen. Ja, een brandnetel, nee, die herken dat gaat je wel lukken, hè? Ja. Nou, melden is toch ook wel een hele makkelijke herkenbare plant, vind ik. Ja. Makkelijk. Herhaal het voor jezelf. Begin gewoon met een paar soorten en dan hoef je echt niet onzeker te worden, want langzamerhand...
komt die kennis erbij. Als alles groeit, hè. Als je wil leren, dan... Ja, kijk, en het is natuurlijk ook zo van, stel je voor dat je nou zegt van ja, die brandnetel die wil ik er echt niet in hebben. Dan kan je het natuurlijk niet ook vervangen door iets anders, of in dit geval weglaten. Want er zitten al genoeg wilde plantjes in. Of je doet gewoon lekker paardenbloemblad, even wel voorkoken dat de bitterstoffen eruit zijn, kan er ook prima in. Hebben we nu niet, er is zoveel keuze op het moment. Nou, inderdaad. Nou, dan hebben we... Vergeet ik iets? Nee. Dingetjes leuk uit te leggen. Doe je altijd leuk. De melden. Had ik dat nog niet gedaan? Jawel, had je gedaan. Toch? Ja. Nou, ik heb een paar blaadjes van het van de raapzaad. Ja. Raapzaad lijkt op lijnzaad. Ja, zijn best pittig van smaak. Is een beetje... hoe moet je mosterdachtig. Ja. Ja, van de zaden van deze plant maken ze ook mosterd. Daarom doe ik het er niet te veel doorheen en probeer ik het ook een beetje fijn te snijden. Je kan het een heel klein beetje vergelijken met wasabi-achtig. Als je zo'n nasmaak van wasabi-achtig, hè? Ja, klopt. En dan is er nog iets heel speciaals met deze plant. Deze plant bevat heel veel alfa-linolenzuur, ofwel afgekort ALA. En dat is een plantaardige vorm van omega-3 vetzuur, wat bijvoorbeeld ook in visolie zit. En dit is heel erg cholesterolverlagend en het zorgt voor ontvetting van het bloed. En goed voor de hersenen. Ja, en heel goed voor de hersenen inderdaad. Ja. Nou, even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja. Klaver, kijk. Witte klaver. Witte klaver, dit blad, oh dat is zo mooi. Ja, moet je kijken. Ja, leuk hè? En daarbij ook de bloemetjes. De meeste mensen gebruiken de bloemen, zowel bij wit als rode klaver, terwijl in het blad... Zitten de meeste inhoudstoffen. Ja, zitten de meeste inhoudstoffen. En moet je er wel bij zeggen, in rode klaver zitten meer geneeskrachtige bestanddelen dan in witte klaver. Maar witte klaver is weer wat zoeter van smaak. Ja, het is gewoon gezond. Ja, maar we gebruiken het gewoon omdat we het lekker vinden. Een leuke, ja, zeker. Ja, je hoeft ook echt niet te wachten met wilde planten eten totdat je iets mankeert. Want het is natuurlijk je kan het er ook mee voorkomen natuurlijk. Ja, hè? Doordat je genoeg goede stofjes binnenkrijgt. Geen problemen te krijgen. Nou, hop. Wat staat er nou te rammelen daar? De vorken op het bord. Ik zal die er eens afhalen. Ja, jij denkt kan ik net iets harder hakken. Ja. Oh, dat wordt me dit toch lekker. Dit zijn leuke bakjes trouwens, hè? Die kunnen ook in de oven. Ja. We zijn altijd op zoek naar schatten. Die staan binnenkort ook op de website, de rariteiten. Ja, wij zijn altijd aan het onze schatkist aan het vergroten. Ja. Zo, mag weer een beetje bouillon bij, want hij neemt nou goed op. Nou, dan de teunisbloemen. Daar zullen we nog een foto van invoegen. Dat is echt een prachtige soort oerplant wel, vind ik. Ja. Best grote plant. En er komen van die mooie gele bloemen aan. Nou zijn niet alleen die gele bloemen eetbaar, maar op de steel na eigenlijk alles. Dus de bloemen, de bloemknoppen, de bladeren en zelfs in het najaar de wortels. Wortels eten wij nooit van de planten, omdat we vinden dat die planten anders niet door kunnen groeien. Ja, dan haal je... De hele plant werkt. Alleen bij de smeerwortel gebruiken we eigenlijk de wortel, omdat die zo medicinaal is. Ja, maar die is er ook zo ontzettend veel. Dat je dat niet... Maar liever niet. We gebruiken liever niet de wortel. Alleen als het echt moet. Die bloemen haal ik eventjes van het steeltje af. En wat zwarte peper erbij. We zullen het recept wel even bij de beschrijving van de video zetten voor jullie. Hè? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, oh jee, wat nu? En die bloemen hebben ook weer een... Een lekkere zoete smaak, maar met een peperachtige nasmaak. Ja, ik vind wildteunisbloem echt heel lekker. Ja, nou die ga ik niet fijn snijden, want dat vind ik zo leuk hierin. Wat een vreugde, hè? Ja. Tjee. Zo. Teunisbloem is trouwens bloedreinigend, krampstillend. Het helpt bij astmatische klachten en bij maag-darmproblemen. Nou. Ja, ik doe de rest van de...
bouillon erbij. En ja, nou zul je zeggen, oké, hoe lang duurt het voor dit gaar is? Nou, ik zal jullie heel eerlijk zeggen, ik ben echt een gevoelskok. Dus ik proef en als het gaar is, dan is het goed. Dus we blijven er gewoon bij. Ja. Ik hou helemaal niet van op de klok koken. Daar krijg ik de zenuwen van. En zeker niet met wilde planten. Dus we zijn overigens wel een buitenkeukentje aan het maken waar ik me heel erg op vreug. Want dan kan ik op vuren makkelijker koken. Want dit is niet iets wat je makkelijk op een kampvuur klaarmaakt. Dan heb je toch wel een soort van kacheltje nodig. Maar daar zijn we mee bezig. We komen zo terug als het gaar is. Ja. De risotto is bijna klaar. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is wat salieblaadjes fijn snijden. Ja. Lekker voor even voor de... Als garnering eigenlijk, hè? Ja, pittig. Ja. De salie is heel zuiverend. Wel heftig van smaak, dus... Ja, je moet ervan houden. Moet je er niet te veel van gebruiken. Nou, ik vind wel zo'n risotto maken een makkelijke manier van wilde planten gebruiken. Ja, dus echt wel. Ideaal. En je kan het ook nog best wel serveren aan mensen. Ja. Nou, kan het al opgeschept worden, denk je? Ja, dat kan. Ik zal heel even de pit uitzetten. Anders dan... Ja. Ja, hij is al aan het droog koken, dus het mocht wel uit, ja. Oh, wat ziet dat er heerlijk uit. Hij moet eigenlijk van de pit af, want anders dan kookt hij aan de onderkant aan. Ik ga hem hier even op het hout zetten. Zet hem anders op de plank. Halen we dit er even af? Ja. Dan ook. Of heb je al genoeg opgeschept? Ja, wacht, ik zet hem wel even op de plank. Ik dacht ineens, dat plaatje blijft natuurlijk heet. Dus straks dan kookt hij aan, dat vind ik zonde. Nee. Ik heb de salie in. Och man, wat een lekkere lunch. Kunnen we er straks weer tegenaan? Nou, salietje eroverheen. Hoppakee. Nou, komen we zo terug. Nou, kijk eens. Ja, is lekker hoor. Gewoon echt lekker. Gewoon genieten. Echt lekker. Oh, dat is echt heerlijk. Waren we nou maar in Toscane? Nou, wie weet ooit. Nou, kunnen we daar een filmpje maken? Ga dit maken zo op deze manier. Want dat is echt een verwennerij. Weet je wat echt zo heerlijk. Leuk is aan wilde planten? Je krijgt daar energie van. Mm-hmm. Daar zitten gewoon veel mineralen in. Ja. Oh, kijk eens. Een lekkere teunisbloem. Heerlijk. Ja. Hey, tot de volgende kruidenheks, hè. Geniet Doei. Van het mooie weer. Doei.